What's up viewers, welkom terug bij part 8 van mijn Far Cry 3 serie. Zoals jullie zien, zitten we in de auto in de laadklep van deze jeep en we hebben een grenade launcher in onze handen. Het is een soort van achtervolgingsscène waarin we terecht zijn gekomen in de vorige part. Dus als jullie dat niet hebben gezien, kijk ik dan eerst, anders snap je helemaal geen moer van wat we nu aan het doen zijn. Maar zoals jullie zien hebben we een vette grenade launcher in onze handen en we worden achtervolgd door Alfasen troepen. En Lisa, degene die achter de stuur zit, is helemaal aan het trippen en is vet in shock en snapt niet waarom ik op ze aan het schieten ben. En omdat ze in shock is, rijdt ze echt fucking slecht. Ze rijdt bijna overal tegenaan. En stopt steeds met rijden. Zoals jullie zien, rijden we ook super langzaam. En dit ziet er allemaal zo vet uit. Oh, zag die gast gewoon in de fik staan toen hij eruit viel. Auw. Echt een super mooie plek hier gewoon. Oh, nou, het is helemaal gek aan het worden. Ja, echt hoor, Jason had echt gelijk. Ze maakt zich druk om iets op zo'n eiland. Dat je echt denkt van, what the fuck? We zijn op dit eiland hoor. Jezus, gaat dat auto? Oplof. Nee, hè. Oh shit, bescherm de wagen. Nou staan we nog stil ook. Lisa, schiet op. Oh, dan ben ik hier met mijn pipa. Die is helemaal kut. Zo, die is in ieder geval ontploft, die gast. Oh, kijk of dit lukt. Hoe kan ik nou ooit rijden om schieten van? Oké, die lukte wel. Die is in ieder geval dood, die laatste gast. Het is fucking moeilijk hoor, om met je handgun rijdend te schieten. En dan ook nog eens goed te richten. Ik hoor trouwens wel vette dubstep op de achtergrond. Maar we hebben het gehaald. Jee. We did it! You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey Lisa, calm down. Lisa wordt echt helemaal gek gewoon. Fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Oké, we gaan dus nu naar die supergrot van meneer Dr. Earnhardt. En daar brengen we ook Lisa heen, zodat ze allemaal veilig zijn. En dan gaan we vervolgens, denk ik, op zoek naar Riley. Want dat is nog mijn overgebleven broer. En dat is die broer met dat gele shirt aan. Die in de vorige part keihard is gekidnapt door Vaas. Dus ik denk dat dat de volgende quest wordt. En Lisa hebben we gelukkig gesaved. Die is wel helemaal in shock, maar ik hoop dat ze even bijkomt bij Dr. Earnhardt, die er wel wat leuke drugs kan geven. Hier heb je een paddenstoel en tript ze hem weer keihard. Dus ik hoop dat dat allemaal goed gaat en ook goed blijft. Want het kan best dat ik ze nu allemaal red en dat ze later gewoon weer weg zijn. En trouwens, wat zag ik tussen die letters staan? Er stond gewoon, vrienden laden, likken. Likken stond er gewoon op. Oh, een trofee, chill. The worst date ever. Lol. Ja, dat klopt. Het was pittig een slechte date inderdaad. Met z'n tweeën op in een jeep. Die half ontploft. Ga naar de grot. Oh, ik heb wel 2000 XP erbij trouwens. En 2 vaardigheidspunten, maar dat check ik later wel. Oké, Lisa. We moeten naar de grot. Maar waar de hel is de grot? Moeten we misschien in een ondergrondse kelder van meneer Dr. Earnhardt in zijn osso? Nee. Hier is helemaal niks. Hier is echt helemaal niks gewoon. Hier kan het niet zijn. Ik denk dat we via buiten moeten gaan. Maar waar? We zijn nog nooit in de fucking grot geweest. Misschien in een luikje bij de kas? De plantenkas? Nope. What the fuck is dit trouwens? Dat ding lekt gewoon non-stop. Die blijft aan één stuk doorlekken gewoon. Altijd als ik in die kas kom, dan is dat ding aan het lekken. Maar, we hebben nog steeds het luikje niet gevonden, dus ik ren maar gewoon terug met Lisa en ik hoop dat ze achtervolgt. Kom op Lisa, rennen! Goed zo. En we moeten gewoon naar die marker toe, maar we moeten wel een stukje omlopen denk ik, want
We moeten een grot vinden en die is onder het huis, dus moeten we een stukje omlopen. En wauw, wat een mooie locatie, echt. Hoe gaan we daar ooit komen gewoon? Ik weet echt niet waar die grot is. Nou, ik ren anders wel gewoon hier het gras op hoor. Jammer dan. Jammer dan als Lisa naar beneden valt. Oh, wacht eens even. Hier is een pad. Oh, ik had gewoon zo gemoeten. Oh, ik ben een dom kind. Nou, fuck Lisa hoor. Lisa vindt het wel weer. Doei doei Lisa, ik ren alvast de grot en zij komt later wel, jammer dan. Kijk, zie je, nou krijg je een laadscherm, dus Lisa is sowieso zometeen opeens achter me gespand. Misschien staat het er weer tussen. Winnen, thuis, jagen, thuis, vrienden, likken. Lisa? Oké, eventjes luisteren. You made it! Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Nice. Altijd wat te doen. Zoek het motorblok in de grot. En er staat ook gewoon meteen aangegeven waar het ligt. Zoek het motorblok. Het ligt hier in het water. Kijk dat gele puntje nou. Maar wat de fuck is dit voor plek? Wat doen überhaupt schepen in een grot? Hoe ben je hier ooit terechtgekomen? Kijk maar, er liggen hier allemaal kapotte schepen gewoon helemaal er tegenaan geknald. Oké, eventjes kijken. Waar de fuck zijn we en waar moet dat zijn? Ik ben altijd bang voor beesten gewoon, hè, in deze kut game. Is dat een motorblok? Dat is toch geen motorblok, dat is een fucking schroevendraaier ofzo. Oh nou, hier kan ik zeker weer niet heen. Nee, hier kan ik niet heen. Ik ben gewoon echt bang voor waterslangen ofzo, of opeens een verdwaalde krokodil die hier ligt te chillen. You never know, man. Ik Far Cry. Je weet het echt niet. Je weet het nooit zeker. Maar goed, laten we maar eventjes teruggaan. We hebben gevonden wat we moesten vinden. Het was geen motorblok, naar mijn mening. Het was gewoon een soort van gereedschapsstoel. Dus een beetje raar aangegeven. Maar goed, laten we hierheen gaan en met haar praten. Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Oké, leuke opmerking Lisa, maar of nee, dat is niet Lisa toch? Wie de fuck is dit ook weer? Daisy, dit is Daisy. Natuurlijk is dit Daisy, dat wist ik gewoon. Are you done yet? Almost. Almost. Got it. Yes. Okay, nou ja, die motor die loopt weer, maar wel een beetje roestig. You might want to check on Lisa before you go. Oké, dan ga ik dat eventjes doen. Kijk of hier nog wat ligt. Nee, hier ligt helemaal niks. Het is een fucking oude boot. Ik weet niet wat ze hiermee willen doen, maar hoe kom je hier sowieso weggevaren vanuit een grot? Eat me. Dat gaan we dus mooi niet doen. Ik denk dat je meteen tript of gewoon doodgaat als je dat soort dingen eet. Dag Lisa. Every night I dream I'm in Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay. I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry.
Ach, kijk er nou huilen gewoon. Het is echt heel... Heel erg emotioneel, dit stuk. Dit is echt heel emotioneel. Maar ja, ik moet ze toch achterlaten, want ik moet naar mijn andere broer op zoek. Fucking Grant is gewoon dat. Dat vind ik nog steeds echt heel erg. Ik had echt verwacht dat hij een soort homie werd of zo, waarmee je gewoon samen fase kon gaan bestrijden. En dat kon ook. Voor 10 minuten lang. En daarna werd hij gewoon kaart op zijn kop geknald. Hoe gruwelijk kan het zijn, kut Vaas? Verlaat de grot. Oké, we moeten naar Citra toe. Serieus? We gaan naar Citra. Dus we mogen nu al naar die chick toe. Dat is gewoon de hoe heet het? De zus van Vaas. Hallo? Yes, Dan. I've tried to reach you many times. What happened? Vaas captured me. And I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Vaas. I cannot provide such strength. But there is someone who can. Citra. You are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. Her temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Okay, dit klinkt echt heel vet. We hebben nu dus een doel, we moeten naar Citra toe. Even kijken waar dat dan is. We zijn nu hier, bij Dr. Earnhardt. En we moeten naar... Even kijken, ik zie het niet. I got myself into. Oh, er is nu pas een marker, lol. Daarom wist ik het niet. Oké, we pakken wel gewoon eventjes de Delta vlieger. En, oh, wat we misschien kunnen doen, is ik vlieg nu boven de zee. Maar er is een trofee dat ik 100 meter hoog moet vliegen. En me dan moet laten vallen in het water voor een trofee. Dus ik ben benieuwd of dat hier kan. Auw. Auw, auw, auw. Nou, ik ben benieuwd of we nu een trofee krijgen. Als we geen trofee krijgen, hebben we gewoon pech. En dan doen we het nog wel op een andere keer. Of het op een andere manier opnieuw een keer. En volgens mij krijg ik hem niet. Volgens mij was het net iets te laag gewoon. Dat is echt kut. Anders had ik gewoon een trofee gehad. Maar goed, we rennen dus nu richting dat gele uitroeptekentje die jullie op mijn marker zien. En wow. Wow, wow, wow. Hier zijn gewoon... Wat is het? Is het een tijger of is het een luipaard? Ja, luipaard. Kijken hoor. Ik moet naar die gele uitroepteken. En die is daar op de kaart. Hier is hij op de kaart. En dat is Citra. Even kijken, hoe heet het dorpje? Oké, mijn mark heb ik dan neergezet. En dat is dus de plek waar we heen moeten gaan. Even kijken of hier iemand is. Dit ziet er best vrolijk uit nog. Maar ik zie niemand, dus we rennen er maar gewoon heen. Oh, nou chill, hier zie ik ook een liaan hangen, dus we kunnen er gewoon heen klimmen waarschijnlijk. Oké, nou ik ben benieuwd wat dit voor gek hutje is. Dit heb ik nog niet veel gedaan, gewoon plekjes discovery in Far Cry 3 heb ik nog niet gedaan. Ik heb heel veel gedaan in Far Cry 2. Maar hier heb ik eigenlijk nog alleen maar hoofdlijn gespeeld, dus ik ben benieuwd... Oh, what the fuck, hier zijn gewoon enemies. Zo, genaaid. Gelukkig waren het er maar twee, anders was ik pittig de lul. Ouch, ik heb weer wonden op mijn arm en die heal ik weer op exact dezelfde manier. Oké, is het $31? Altijd chill trouwens dat geld, want dan kan je je wapens mee upgraden, kan je nieuwe wapens mee kopen. Oké, even kijken of hier binnen... Hier, wat even kijken, nou daar is niks meer. Hier binnen is alleen dit koffertje. En ongelooflijk veel drank. Jezus, fucking alcoholisten die twee gasten die hier stonden. Oké, oh, vet, een auto. Nice. Oh, fuck. Drop him. Waar komen hun opeens vandaan?
Oh ja, ik hoor nu veel meer gasten schieten. Het beste wat we nu gewoon kunnen doen is vluchten, denk ik. Oh wacht, hier zijn ze. Zo. Waarvoor waren hun aan het rennen? Waar gingen ze achteraan in hemelsnaam? Even kijken. Oh wacht eens even, dit is gewoon een inwoner. Ze waren gewoon op een fucking onschuldige inwoner aan het schieten, opeens. Nou ja, laten we onze vet coole auto maar eventjes pakken en aanstalten gaan maken om naar de markt toe te gaan. Waar Citra zich schuilhoudt. Het is ergens in de jungle, maar het is super ver rijden. Dus laten we maar gewoon eventjes een begin maken aan de lange tocht. Want ik hou niet van fast travel. Ik heb liever gewoon een hele jungle. En we hebben coole muziek. Oh shit. Even kijken. Ik weet helemaal niet of ik dit ga rennen natuurlijk met mijn... Oh. Wat zijn we aan het doen? Oh, dat was gewoon, waren mijn homies, of niet? Ja, waren gewoon mijn homies. Even kijken of hier een boot ligt, hoor. Want het zou natuurlijk wel snel gaan, want we moeten naar een ander eiland. Maar er ligt helaas weer geen boot. Anders als ik een boot nodig heb, is hij weg. Dus we moeten weer verder gaan rijden en een weg zien te vinden hoe we ongeveer ver genoeg kunnen komen om richting Citra te gaan, maar niet... We kunnen nooit die hele weg gewoon rijden, want er loopt niet precies een weggetje heen. We zijn nu op een totaal ander eiland, dus dat moeten we even uitvogelen, maar dat zien we dan wel. Even kijken. Oh fuck, ik ben opeens op een kamp. Wat is dit voor kamp? Ik ren maar gewoon weg. Wat is dit opeens voor kamp, man? Staat hier ook helemaal niemand? Oh, wacht eens even. Dit is de plek waar ik vandaan kwam. De zonnegrot. Dit is de plek uit mijn vorige part. Maar ik zie hier nergens een boot of een jetski ofzo. Die heb ik toch wel echt nodig. Maar nu heb ik al die gasten soort van wakker gemaakt. Want het was nacht en nu komen ze allemaal achter me aan. Op afstand is die AK niet zo'n held hoor. Die is echt een walgelijk ding op afstand. Oh, misschien is hier een boot. Nee, ook niet. Fucking hell. Oké, eventjes kijken. Nou, hier hebben we alleen geld. Er is ook weer geen boot. Helemaal niks is hier. Kut zeg. We hebben echt een boot nodig, hè? Nou ja, dan moeten we maar eventjes een stukje gaan rennen. En dan komen we vanzelf wel iets tegen, denk ik, zometeen. Of we gaan gewoon fast travelen vanaf hier. Dat kan ook natuurlijk. Kijk, dan fast travelen naar deze locatie en vanaf deze locatie gaan we keihard kablam naar Citra toe. En als we dan vlak bij Citra zijn, dan denk ik dat we deze part alweer moeten stoppen. Maar dit was wel een part met gewoon wat free roam gameplay en ja, eigenlijk gewoon random rondlopen door de jungle en het land van Far Cry 3. Dus ik hoop dat jullie dat wel cool vonden. En als jullie het niet vet vinden, zeg dat dan ook gewoon. Laat het even weten in de comments, maar dan weet ik wel wat ik moet uploaden. Want ik upload nu gewoon de gameplay die ik heb gespeeld. En daarbij heb commentaar gegeven. Dus ja, laat maar gewoon eventjes weten wat jullie ervan vinden. Vinden jullie het kut? Nou, zeg het dan ook gewoon even. Dan doe ik iets anders. Dan doe ik bijvoorbeeld alleen de plekken waar ik aankom, weet je. Dan fast travel ik gewoon en dan veet ik daar de video weer in. Dat moet jullie even zeggen. En als jullie het wel allemaal willen zien, wat ik eigenlijk zelf het vetst vind van Far Cry, dan laat ik het er lekker in. En daar stem ik zelf voor. Dus laat het even weten in de comments. En dan weet ik ook weer wat meer. Dan heb ik meer duidelijkheid. Even kijken, we moeten naar de gele uitroepteken, die is deze kant op en we hebben nu een auto nodig. Oké, en hier komt toevallig net een auto aan, maar dat is de auto van mijn fucking Rakyat homeboys. En ze stoppen niet eens. Wat een bitches. Hallo jongens. Wat de hel, ze rijden gewoon langs, ze zien mij rennen en vervolgens... Oh, what the fuck zijn dit? Wat zijn deze gasten aan het doen? Dit doet me trouwens een beetje denken aan Borderlands. En die fucking psycho's die achter je aankomen rennen met een gemuteerd armpje. Ik zou nou rennen, ze hebben niet eens door dat ik er ben. Hallo jongens, ik ben er ook nog.
Wat een sterke gun dit, jongen. Je hoort hem ook amper gaan. Hoor ook hoe weinig bullets ik nodig heb. En dan is het echt zo tjik, tjik, tjik. En dan zijn ze gewoon dood, jongen. Oh, ik hoop echt dat hier een fucking voertuig is ergens. Geef me een voertuig, jongens. Hier zijn trouwens die rocket nog steeds aan het glitchen, want ze zijn weer andere gasten tegengekomen. Kijk hem nou. Oké. Okay. Oh, deze gast is gewoon keihard overgereden. Lol. Laat me in je auto. Oh, gaat die gast ervoor staan? Wat een lul. Nou, dan ga ik wel gewoon in je auto. Kan dat? Nee, fuck, dat kan weer niet. Dan ben ik weer mijn auto kwijt. Jezus, wat een mogolen. Nou, oh, dat is mijn homeboy. Die staat er gewoon zo van, hallo, jullie hebben me achtergelaten hoor. Wat een gekke part dit. Echt, er gebeurt allemaal vage shit gewoon. En nou ben ik gewoon aan het rennen keihard door de jungle heen. Ik heb ook echt geen idee waar ik heen moet. Oh, fuck, een beer. Oh, shit. Zal hij me zien? Oké, ik hoop echt dat hij hier naar dood gaat, want mijn ammo is hier nou op. Oké, hij is gelukkig dood, maar ik kan hem waarschijnlijk weer niet meenemen omdat mijn rugzak vol zit. Zie je, ik kan niet plunderen, rugzak vol. Fucking hell. Ammo voor niks verspild. Nou, eigenlijk niet, want anders kwam die gast achter me aangerend. Gast nog wel. Beer. Berra. Komt die beer achter me aangerend en daar hebben we ook niet echt veel aan, dus ik had hem maar beter gewoon dood kunnen schieten. Eventjes kijken. Oh wacht, ik zie een Delta vlieger hier op mijn kaart staan. Maar, waar dan? Want waarschijnlijk staat hij boven op de berg. Dat is wel de plek waar ik straks heen moet. Maar als ik hier opklim, dan heb ik best kans van dat ik waarschijnlijk ook nog speciale items vind. Want dit is een soort van bergje die hier niet voor niets staat. En er staat ook nog een Delta vlieger op. Dus vaak, dat weet ik nog uit Far Cry 2, dan waren dit soort plekken en was er bijvoorbeeld een schatkistje of zo, of een diamant. Oh, fuck. Nou, eventjes kijken, ik kan er nergens op, dus ik moet er straks maar gewoon op gaan glitchen, denk ik. Oh, kijk, er zit ook nog een kruis op. Ik weet wel zeker dat die items zijn. Oké, dan kan ik er hier misschien via dat hekje op glitchen. Oké, spring, spring. Ja, spring. Spring. Nee, en ik glij weer weg. Oeh, bijna. Bijna. Kijk me nou glitchen gewoon in een rot. Ik wil naar boven, ik wil naar boven. Maar dat kan toch, er moet toch een normale manier zijn om hier te belanden gewoon? Ik kan me niet vertellen dat dit de normale manier is om op dit stuk te komen gewoon. Ja, ja. Oh, goed zo. Ik ben erop. Eindelijk. En hier staat mijn coole Delta vlieger. En kijk, hier staan twee kistjes. En volgens mij zie ik hem al. Ja, daar staat een reliquie. En een vaagkruis. Maar er staat dus een speciaal item. Dus vandaar dat het waarschijnlijk zo moeilijk is om hier op te komen. Misschien kon ik er ook alleen op komen met een andere Delta vlieger. Maar ik ben er gewoon op geglitcht als een baas. Oké, nou ja jongens, dit was mijn part alweer. Dit was part 8 van de Far Cry 3 serie. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Ik heb een actie voltooid van Uplay. Dankjewel voor het kijken. Like, favorite en subscribe als jullie dat nog niet hebben gedaan. En ik zie jullie in part 9. Later.